Nee. Het is gewoon bijna gênant voor mij. Oh, dat kan echt niet. Nee, hoor. Op de sportlaatcollectie met jullie samen te vieren, allemaal powervrouwen. We hebben net een heerlijk. Ik heb echt onwijs honger eens. Dus ja, ik ben naar de supermarkt gegaan en. Hoi Nick. Hoi. Helemaal gezellig. Hier hebben we Sander en Jorrit. Hallo. En ons Daantje. Hoi Daan. Hoi Daan. Hallo! Hallo! Volgens mij heeft zij droom. Wat was het nou? Ook op ons perspectief. Ja. En nu denk ik dat ik een hele maar je gaat altijd wel lekker op de TikTok. Geweest. Heb jij dat trouwens ook met TikTok? Hi, we zijn in de mal. Met TikTok, soms open ik dat ook zo dagen niet. Ja, maar ik heb het wel echt. Vind ik ook erg. Echt, maar weet je wat het is? Je moet ons ook gaan betalen voor die views. Ja, ja, dat is wel zo. Daar zou je transparant over zijn. In elk land krijgen jullie betaald. Ja, dat is zo. Voor je views. En Nederland weer niet. Dus het is eigenlijk vrijwilligerswerk. Ja, zo voelt het wel. Ja, al die uren werk erin. Zo, vrijwilligerswerk. Als iemand aan mij vraagt wat voor werk doe je? Ja, vrijwilligerswerk. Ja, dat mensen leuk content sorry hebben. Sorry dat ik er zo uitzie, maar ik ben ziek. Ah. En mooi licht hoor, even een foto. Oh, dat zal jij weer nemen. Nee, dat gaat mij ook te ver. Wat is het hier geel binnen? Ik heb een unicorn erop met gekocht. Dat is leuk hoor. Dan kan het ermee door. Zo zeg ik echt. Mensen zullen mij bij jou zo serie komen. Zo waar dat vind ik. Ja, zo chagrijnig. Nee. Ja? Zilverknopjes. Met zijn broekje erbij. Ik vind het echt de was niet mooi. Ja, kijk, ik ben er ook niet helemaal bij. Oh, en deze broek. Ja, dit lijkt op wat je al hebt gekocht. Ja, dat vind ik toch prettig. Ja, maar die broek kan je er ook niet aan. Nee, dat is ook zo. Ja. Hier, dit vind ik dan weer leuk. Oh, nee. Alsjeblieft niet. Maar kijk, eigenlijk moet je bij afleveringstuk kijken. Zou je bij Zomera staan? Zou ik het aandoen? Nee. Het is gewoon bijna gênant. Oh, dat kan echt niet, nee. Past niet bij je oude. Nee, dus nu past het ook niet bij jou. Nee, dat is helemaal, het is dan niet meer rood. Verdorie. Dit is ook niet meer jouw stijl. Trouwens, nu het ook. Ja. Oh, maar dit is echt helemaal van vroeger. Dit vind ik wel nog leuk. Als je dan eens bent, is het natuurlijk wel. Nee, ja, dat hoeft dan ook niet, nee. Nee, maar kijk, dit is wel mooi hoor. Ja, dit is net een soort pyjama. Nee, Dan. Nee, ik word er niet weg van. Even een paar... Het is letterlijk vanuit onze jeugd. Ja, toch? Ja, dat gewoon. Hier, dat groene ding met al die linten. Ja, ik vind het leuk. Oh. Nee? Wat jij het leuk vindt, weet je. Ik vind het heel leuk zelfs. Nee. Echt?
mijn bed uitkomen. Oh my god. Maar ik ben wel gegaan. En nu ik hier helemaal zit en die zon zie opkomen, denk ik echt, och, wat is het mooi. De ochtenden zijn, ja, zijn zulke cadeautjes. En je moet wel eventjes door alles heen, zeg maar. Ik moet zeggen, mijn ochtendroutine is ook een beetje bij ingeslopen, zeg maar. Gewoon mijn morningroutine, hoe ik me echt het beste voel. Dus ik wil dat weer een beetje gaan oppakken. Maar dat komt wel sinds dat we Nola hebben. Want weet je, nu als je de woonkamer komt, dan is first things first Nola uitlaten. Maar op zich is dat niet erg. Ik had dat ook gevoegd in mijn hele routine. Maar normaal ging het natuurlijk lekker helemaal cozy op de bank. Zoutlampje aan. En dan zo daar wakker worden. En nu moet je meteen even in actie komen. Maar op zich kan ik ook na het uitlaten dan Nola. Of mijn hele meditatie en dingen doen. Of ben je dan wel helemaal wakker en buiten geweest? Maar goed, dan is dat even wat het is. Het is nu 7:45 en dat is wel echt weer heerlijk dat je het gewoon hebt gehad. En het was ook echt een leuke workout. Het was wel heel zwaar, maar het was wel heel leuk gewoon. 7:45 en ik heb net met Nola gewandeld en toen ging ik even langs de dierenwinkel. En ja, ik ben zo'n dakman, echt €77 lichter bij de dierenwinkel aan dingen. En ik heb echt tering veel gewoon. Ik had ook nog deze riem, die heb ik ooit gekregen van Dogs with a Mission. Ja, die was ik helemaal vergeten, want toen was Nola nog veel te klein. Maar nu past ze hem eindelijk. Maar check eventjes hoe mooi die riem is. Dus die ga ik zo even bij haar omdoen, uiteraard. Er zit ook zo'n heel lief zakje bij. Maar ik heb echt weer van alles gekocht. Snoepjes, dingetjes. Want we gaan volgende week, nee, de week erop gaan op vakantie. En dan gaat ze dus bij de oppas logeren. Dus ik, nou ja. En die hebben ook een hond, dus ik denk, nou ja, dan geef we maar gewoon alles mee. Dan kan die andere hond ook lekker snoepen. En nu zit zij te kauwen op een runderoor. Ja, het is zo goor, maar dit vindt zij dus waanzinnig. Ze is niet heel erg van snoep eigenlijk. Maar die oren, dat is echt... Dat vind jij lekker, hè, meis? Ja. Kunde niet op. Nu heb ik voor mezelf ook lunch gemaakt. En het is echt een hele vreemde lunch. Ik heb echt onwijs honger eens. Dus ja, ik ben naar de supermarkt gegaan en daar ook voor €70 lichter geworden. Ik heb hier een Clear Whey Shake uiteraard bij mijn lunch, zoals ik al zei. Dan heb ik een boterham met boterhamworst. Dit zag ik liggen en dacht, ja, dit is wat ik wil. En dan heb ik hieronder Philadelphia Light. En er lagen kiwis van die 6 Pre Gold. Die lagen ook zo helemaal goddelijk. Ik denk, ja, dat wil ik ook. En ik dacht ook, ja, ik moet ook een groente. Dus ik heb ook zo'n vegan salade of zo. Ik weet niet of ik hem, of het is het, mango amandel salade. Ik ben benieuwd. En ik heb hier nog één over, want ik weet niet of ik hier weerworst op wil of hagelslag. Zeg maar dat, of pindakaas of iets anders. En of ik het überhaupt allemaal opkrijg. Dat is ook eventjes de vraag. Maar ik heb echt zo'n honger. Oh mijn god. Lekker. Dus voor dagen vlog ik altijd zo weinig. Want ik denk, ja, het is gewoon mij in deze hoek. Op mijn laptop. In alle chaos. Of is die nou, oh my god, zal die te klein zijn? Nee toch? Oh ja, ach schatje. Ach, oh, je bent zo lief. Sorry. Oh nee, hij is te klein. Dat meen je niet. Heb jij zo'n dikke nek al? Ja, die wil je ook niet killen. Ach meisje. Dat is wel heel zonde. Wauw, dat is zo mooi. Kijk hoe mooi die jou staat. Kijk dan. Dit is hartstikke pretty. Oh no. Nee, ja, dan houdt het op. Ach, hoe lief ze er ook bij gaat zitten. Schatje. Ja, je bent zo'n schatje. Ga je lekker even slapen, meisje? Hé? Ga je lekker even slapen?
racisme zat. Ja. En dan heb ik hier zo ijsblokjes, twee zwarte koffie en melk. Gewoon een laagje melk. Zo, ja. We zijn lekker bij de Japaner. Nu is hij echt net weg. Kan ik het even niet laten zien? Hoi, hey, mam. Heerlijk. Lekker, hè? Genieten. Nou, ja, ik heb hier zo'n zin in. Lekker weer aan de wijn op de woensdagavond. Het is de volgende dag. Ik ben aangekomen in Amsterdam en ik betaal weer lekker 6,50 euro per uur voor de parkeerkosten. I love it. Maar even buiten dat. Ik heb dus nu een evenement van Reinders. En ze hebben dus een nieuwe sportcollectie. En even kijken, ik kan hem laten zien. Ik vind hem zo leuk. Ik vind hem zo mooi. Die kleur ook. I love it. Dus we hebben dan nu een evenement en we gaan mediteren. En volgens mij is er een lunch en... Dat denk ik eigenlijk. Maar het is zo'n leuk fitje met dat ritsje zo. En dan is dit, zit eronder een sport-BH. En ik heb dit tasje dus van de week gehaald met Somaira. Die had zij, of nee, ik had hem uitgekozen en ze had hem goedgekeurd. En die vind ik er ook helemaal leuk bij matchen. Dus ik, ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben ook echt benieuwd wie er allemaal zijn. Ik heb geen idee eigenlijk wie ik kan verwachten. Oh, lekker even met Nola wandelen. Want als ze aan de lijn is, dan wil ze echt gewoon dit. Heel dat gaat trekken. Och, man, man, man. En als ze gewoon los is, blijft ze bij me in de buurt. Gaan we heen? Oh, gaan daar naartoe. Voor. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag. En we gaan nu eventjes Nola lekker uitlaten, want het wordt vandaag echt 30 graden of zo. Ik ben nog helemaal ingesmeerd. Helemaal lekker in de olie. Althans in de 50 plus. Zonder brand van Nivea in de, ja, wat is het? Doorzichtige vorm. Oké. En dan hebben we vanavond echt super, super, super leuk. Komen er een paar gasten van kamp. Komen barbecue bij mijn ouders, zeg maar, met mij erbij. En Danny en Daan komen ook gezellig. En ja, zoveel, zo hallo. Zoveel zin in. Koffie drinken. Nu nog Noda even laten rennen. Nu het nog, zeg maar, te doen is buiten. En dan... Is de rest van de dag lekker in de airco. Ik kreeg gisteren zo'n lieve tekening van mijn nichtje. Kijk, als ze mij... Oh, wacht. Hij pakt mijn hoofd. Oké, dit ben ik. Dit is Nola. En een denkwolkje met dat ik aan Nola denk. Zo schattig. Zo, we zijn lekker aan het wandelen. En we zijn nu even bij een bakkertje gestopt. Dit is echt zo'n lekker bakkertje in de Voorburg. Sucré salé. Het is echt Frans. Ook de mensen hier werken in Frans. Het is echt... Och. Ik heb even een... Croissant. Mmm. Lekker. Ik had al lang 6 keer de action in en uit kunnen lopen. Ja. Maar goed, klopt.
ik moet toch even een uur vullen voordat u gaat slapen. Gaat slapen. Dit gaat heel hard. Hoi Nick. Helemaal gezellig. Waar is hij weer? Jeetje. Hier hebben we Sander en Jorrit. Hallo. En ons Daantje. Hoi Daan. Hoi Daan. In vakantiepark. Ik ben een Ja, zo. Zij heeft ons getraind. Ja, zij heeft mij getraind, hè? Nee, ik heb het 2 jaar geleden gedaan. Ze heeft niet gepoept, wat fijn. Goed zo. Goed gedaan, Lola. Goed gedaan, hè? Ja, hoor. Nee, daar moet je wel tegen. Mama. Ja, hoor. Nee. Heb je een andere speciaal dingetje? Ja, beter. Ja, beter. Voor mij had het heel veel. Nee, klopt. Ben ik wel. Ja, maar jij zat er dan. Echt serieus. Wat doet je oom in dan niet weg? Danny, had er aan mijn zin. Danny, maar Dan, wat zoek jij op? Ja. Van Smit. Nee. Welkom, we zijn nu op het zwarte pad. Wij zijn heen gaan naar huis. Kijk dan, hele hoorders mensen komen terug. Die auto, wat heftig. Maar al deze mensen, Dan. Ja, heel even hoor. It's all about you, hè. Mensen kijken voor jou, hè. Oh, ze staat wel lekker in het licht. Oh ja, ik zie het. Maar je stond goed in het licht, hoor. Echt, wij gaan dus nu... Ik heb jou goed gezet. Heb jij mij goed gezet? Ja, ik heb je goed gezet. Anyhow, wij gaan nu lekker naar een strandfeestje, is de bedoeling. Hallo, ik ben helemaal over het knie gaan lopen. Op mijn gaan niet rood. Oh, jij hebt het. Iedereen die geeft zijn handen af aan die trui. Lekker. Ja, lekker. Maar we gaan nu naar een strandfeest, als het goed is. Misschien niet. Misschien wel, we zien het later wel. En dan gaat er naar huis. Ja. Ik hoor zeggen, de kutfeest. Echt? Ja, ja. Nee. Ja, ja. Buiten wordt het niet. Ik ga er naar de kut. Wat erg, we waren zo fucking dronken. We hadden zeg maar die barbecue bij mijn ouders. En nou echt uitgepakt. Echt de lekkerste, de duurste wijnen werden er opengetrokken. En daarna allemaal Baileys en nog andere dingen. En ineens had het gewoon het waanzinnige idee om naar de stad, of nee, naar Scheveningen te gaan. Want je had daar een strandfeest. Je had er meerdere strandfeesten, maar er was er eentje bij. Waar waren we eigenlijk? Op het Zwarte Pad. Echt, god mag weten waar ik ben geweest. Een of ander feest. En dit is zeg maar altijd het domme. Als je gewoon een leuke avond hebt bij iemand thuis, dan moet je daar blijven. En dan als het voorbij is, ga je lekker naar huis. Maar de fout die ik altijd maak, is dat ik dan ergens ben. En dan is het super gezellig. En dan ga je daarna naar een feest. En dat feest valt altijd tegen. Dat heb ik altijd. Of je moet gewoon thuis blijven, of je moet al gewoon eerder naar het feest gaan. Maar je kan niet allebei. Dat gaat bij mij nooit werken. Ook met oud en nieuw. Weet je, dan heb je eerst een huisfeest, hartstikke gezellig. En dan ga je naar de stad daarna en dan is het altijd kut. Nou. Dit was ook weer zo'n feest, moet ik ook zeggen. Het was heel jong publiek. Maar ik ben nu 30, hè. Ik denk dat ja, iedereen was rond de 20. En normaal heb ik het nooit zo door, zoals mensen 20 zijn. Maar nu had ik echt wel even zo'n besefmoment van, wow. Ja, dit is echt wel twintigers. Ik ben niet meer 20. En ik ben ook niet meer 23 of 4 of 5, ik ben 30. En dan ineens zie je het of zo, hoe dronken ik ook was. Ineens had ik wel zoiets van, oké. Okay, ik ben echt oud, of nou ja, ouder aan het worden. Ja, heel bijzonder. En om er even leuk af te snijden, nou ja, leuk. Het is nu 2 dagen later, het is nu maandag. En ik had echt de ergste kater gisteren van dit. Echt, ik heb de hele dag op bed gelegen, op de bank gelegen. Ik kon niet overeind, ik kon niet eten. Het was echt
vreselijk. En dat zijn elke keer de momenten. Volgens mij herkent iedereen dit wel. Dat je denkt, ik ga nooit meer drinken. Dat is bij mij nog niet het moment. Maar ooit, er komt een dag dat ik echt helemaal ga stoppen. Ik weet niet wanneer dat is, maar ooit. En daarbij ben ik vandaag ongesteld geworden. Dus ik voelde me gisteren extra ellendig. Gewoon dat ik al die dag voordat ik ongesteld moet worden, voel ik me kut. En dan de eerste 2-3 dagen van ongesteld. Het is ook even geen pretje. En dan gaat het wel weer. Dus nou, gisteren. Ik wilde het nog vloggen, maar ik was gewoon... ik was er zo erg aan toe. Dit was niet normaal. Holy fuck. Ik voel het nog een steeds een beetje. Ik heb ook niet gesport vandaag. Dus, maar oh, deze beelden. Oei, 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 wat was ik dronken. Ik had heel erg gillen. Zeg. En dan, als ik heb gedronken, dan gaat mijn stem een octaaf hoger. Dan ga ik ineens helemaal zo praten. Nou, anyhow, dit was weer de weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik weet niet of er volgende week eentje komt, want die gelijk met vakantie. Maar dat zien we dan wel weer. Alright, bedankt voor het kijken. Bye.